Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Naomi. En ik ben onderdeel van Huizen Anno. Hoe ziet dat eruit? Anna is mijn vrouw. Laurie is de oudste van iets meer dan 2. Willy is 1. Het is nu 7:15. En ik had even daar moeite om uit bed te komen, omdat het zo hard waait. Maar dan kom ik beneden. Dan krijg je dit te zien. We denken aan jou, liefste mami. I love you. Nou, dat is toch lief. Ik ga even sporten namelijk en dan naar werk. Alles ligt al klaar. Een banaantje erin. Espressootje. Even sporten en dan werken. Maar in ieder geval welkom. En ik denk dat Anna het zo overneemt, want die is vandaag vrij met de meiden. Veel kijkplezier. Wij hebben een lekkere chill ochtend, hè? Lekker half nog in pyjama. Kijk, mommy gaat jou zien. Oké. En Billy ligt nog heb ik heel even nog in bed gelegd. Kijken of ze nog een kwartiertje wil slapen. Ik heb blauwe ogen. Nee, ook blauwe ogen. Heeft Billy ook blauwe ogen? Ja. Zie je dat hier? Ja. En welke kleur heeft mama dan? Je hebt ook blauwe ogen. Ja. En mommy, weet je wat voor kleur mommy heeft? Zwarte ogen. Mommy zwarte ogen? Ja. Wow, nee, mommy heeft ook blauw. Huh? Mommy heeft blauw-grijs. Oh. Net als jou. Dat is grijs? Dat is grijs. Oké. Okay. Maar met blauw. Blauw en grijs. Ja. Ja, dat zijn de ogen van mommy. Mooi. We moeten eigenlijk een boodschap doen, maar... Het is echt vies weer en code geel en zo. Mag ik nu verven? Ja. Oké, maar ik wilde even een creatie laten zien, want ik heb geprobeerd in te vlechten... Oh, ik ben hier weer. Maar dat is moeilijk. Ik kan dat helemaal niet, joh. Oké, ik heb mijn best gedaan. Ja, nou zo. Ja, mag ik nu verven? Ja. Oké. Dat is goed. Ja. Dankjewel. Hier water. Ja, en welke kleur? Groen. Ja. Maar hier. Hey. Het is een druilerige dag. We hebben nog steeds niks gedaan. Al de hele dag zijn we lekker een beetje aan het keutelen. En kijk, nu hebben we een... Hut. Wow. Mama, kom maar hier binnen. Ik kom binnen. Wow. Stop, dames. Kom, we doen hem... Nee, we doen hem even hier. Zo, we doen hem daar aan vast. Nee, Lebeel, laat hem zitten. Laat maar zitten. Kijk, maar je ogen, kijk. Disco hut. Woehoe. Ja, kom. Ga verstoppen. Kom, baby. Kom in de kast. Hallo? Open. Nee. Sorry.
zat de hele dag, mami komt zo thuis. Oh. Oh. Presentjes verdienen. Ik thuis. Yeah. Ja, mooie haren. Je bent een echte Elsa. Het is leuk thuis komen. Yay, yeah, weekend. Wat zeg je, Lau? Pas op, het is daar glad, Laurie. Wij dachten, dit is cute. Maar ja, als ze plassen, dan is het toch niet meer cute. Oepsie. We dachten, ze kan eindelijk lopen. Dan kan ze de badjasje weer aan. Ja, de badjas is nat. Basketballen! Krampie! Ja! Je hebt gescoord! Ja! Oh, Duncan? Ja, ze wil het, hè? Ja! Oh! Nog een keer! Edwin! Ja! Ik weet niet of ze hem kan optillen, de bal. Ja! Au! Hier, nog een keer. Doe maar. Ja! Hey. Omhoog. Ja! Wat gaan we doen? We gaan naar de U-track. We gaan even naar de grote stad. Ja, nee, we gaan eigenlijk is, nou ja, eigenlijk is de activiteit dat de we met de trein gaan met de meiden voor het eerst. Ja. En toevallig is dat dan van Bunning naar Utrecht, dus dat is maar kort. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan vinden. En we moeten de armbandjes voor Billy op. Ja, ik heb armbandjes besteld, hetzelfde als die Lauwe heeft bij de geboorte heeft gekregen. Ja. En nu. Maar Billy is al een jaar, hè? Ja, maar dan maakt niet uit. Ik heb ook de geboortearmbandje en de vervolg, zeg maar. Ja. Dat vind ik leuk dat ze dat dan samen hebben. En waarom nu pas? Ja, nu kwam het uit om dat te halen. Al die tijd, ja, gehoopt dat we hem zouden krijgen. Dat was niet. Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. We gaan hem even zelf halen. Ja. En dus, lekker, met de auto en met de trein. Yay! En oma gaat mee. En oma gaat mee. Ja. Ja. De lift vindt Nomi te dik. We stonden er met z'n tweeën en Billy in. En toen stond hij overbelast. Overbelast. Toen ging Nomi eruit. En toen kon ik met de lift. Gaat goed, hè? Gaan we weer naar huis toe. Gaan we tekenen? Alles hierboven nog hetzelfde is. Nou, hetzelfde. In één keer, hoe laat is het? 5:00? Oh, 5:30, 6:00. En hadden we bijna niks gefilmd. En dat komt omdat we ook bijna niks gedaan hebben, want het is vies weer. En we hebben gewoon een beetje opgeruimd, schoongemaakt.
Lomi vooral. En ik heb even een dingetje gemaakt voor de schoenenrek van de meisjes. Nu zijn ze aan het eten. En ik ga een burger maken. Een lekkere burger met een broodje. Lekker lekker voor de mama's. Zo, burger. Maar god. Alsjeblieft. Ja, jammer dat jullie niet zo houden van anders eten dan aardappel, groente, vlees. Broodje met vlees, hè, met een burger. Voor jou. Ik hoop dat het lekker is. Wauw! Nu jij bij mij. Heb je een hondenkaak, Laurie? Nee. Heb je een hondenkaak? Ja. Vaar. Oké, nu ik over jouw neus aaien. Ontbijt voor de meisjes. Om te editen. Ja. Anne is nog even aan het editen. Maar ik heb gezegd dat ze moet stoppen zo. Ik ga nog even knippen. Ja mensen, jullie hebben niet door, maar dat kost best veel tijd. Toch? Zondagavond. Tijd om te huggen. In onze huggies. In onze huggies. Nice. Lekker slapen. En we hopen dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. Duimpje, altijd gewaardeerd. En dan zou ik zeggen, tot de volgende vlog weer. Doei. Ciao. Doei.